Het einde van het seizoen komt in zicht. Dat betekent dat de teaminschrijvingen voor het volgend seizoen eraan komen. Van 1 tot en met 17 juni kan de wedstrijdsecretaris de teams voor het nieuwe seizoen inschrijven. Daarom is het verstandig om nu al te gaan onderzoeken hoeveel teams je voor komend seizoen gaat inschrijven en op welk speelniveau de teams moeten uitkomen die spelen in klasses met vrije inschrijving. Teams die uitkomen in een klasse met een promotie-degradatieregeling worden automatisch door de KNVB ingedeeld in de juiste competitie. Oh, en let op, alle districten bieden ook even competities aan. Het is slim om teams daarvoor in te schrijven, omdat de spelers dan tegen leeftijdsgenoten spelen, waardoor de kans op onderlinge fysieke verschillen kleiner is. Schrijf teams in via Sportlink Club. Houd het volgende goed in de gaten. In Sportlink Club zie je de teams waarmee je dit seizoen eindigt. Nieuwe teams moet je handmatig toevoegen. Teams die stoppen moet je handmatig verwijderen. Alle teams doen automatisch mee aan de beker. Als een team dat niet wil, moet je dit uitzetten. Je kunt voorkeuren doorgeven. We kunnen geen garanties geven, maar we proberen er wel rekening mee te houden. Als je klaar bent met de inschrijving, kun je in Sportlink Club een rapport uitdraaien van hetgeen je hebt ingestuurd. Wil je meer weten over de teaminschrijvingen of twijfel je over een inschrijving? Bel dan met KNVB Contact via 088 027 5050. En voor meer info over de teaminschrijvingen, check je KNVB Assist wedstrijdsecretarissen.